Dames en heren, van harte welkom bij Assetto Corsa Competizione. Vandaag iets speciaals. We rijden 2 uur op de Nürburgring in een mixed class race. Dat houdt in. GT3's en GT4's zijn op de baan te vinden. En ik rij vandaag in een Porsche 718 Cayman GT4. Ik maak deel uit van de GT4 groep. En van de GT4's ben ik op een 6e plek gekwalificeerd. Dat had beter gekund, maar... De eerste 2 rondes had ik te maken met een Ginetta die geen ruimte wilde geven. En vervolgens mij de schuld gaf. Dus ik zat met een pesthumeur de rest van mijn rondjes te rijden. Goed, de langste race die ik eigenlijk ooit virtueel heb gedaan. En ik vind het spannend. Oké, het is mandatory om 1 pitstop te doen. Nou, dan kunnen we die 2 uur gewoon letterlijk door 2 uur splitsen. En dan moet ik een stint van 1 uur rijden, pitten, banden eronder, brandstof erbij. En dan weer door voor 1 uur. Indien we geen schade of wat dan ook krijgen, als we schade krijgen, zal ik een beetje moeten improviseren. Er zijn, tenminste er hadden oorspronkelijk 50 mensen zich opgegeven voor het evenement. Nou blijkt dat er 45 mensen aanwezig zijn. Alsnog een flink veld vol. Maar we gaan nu een formatielab beginnen en ik vind het al spannend zat. Oh, mijn banden zijn zo blauw, joh. Maar dat is ook een beetje het gelul aan GT4's. Die banden, daar begin je altijd blauw mee. Niet een beetje groen, alsof ze gewoon geen bandenwarmers hebben. Nou, wat gasten meestal doen om hun banden op te warmen, zeker in dit spel, is eigenlijk gas geven en remmen tegelijkertijd. Beetje zoals ik nu aan het doen ben. En dan eigenlijk door middel van de hitte van je remmen, warm je je banden op. Ik ben zenuwachtig, man. Ik ben lang niet zo zenuwachtig geweest voor een race. Goed, daar gaan we. 70 km per uur voor de 2 uur op de Nürburgring in de Porsche Cayman 718 GT4. En go! We zijn begonnen. Een slechte start, maar laten we gewoon eerst dit allemaal eventjes overleven. Ik wil de start overleven, ik wil de eerste bocht overleven. Dus we gaan vroeg op de remmen, want ik verwacht chaos. Ik zie een zwevende auto. Ik zie eentje over dwars staan. Dat is ook niet goed. Hopelijk heb ik een beetje ruimte. Oké, daar zijn we. Oh, overleven het begin, dat is belangrijk. Ik zie nogal wat GT3's over dwars staan. Kijk, dit is een beetje wat ze bijvoorbeeld in iRacing dan doen. Is dat ze de GT3's of de klasse die sneller is, geven ze extra veel ruimte. Voor als er zulke soort chaos gebeurt. Dat er dan in ieder geval genoeg ruimte is om te ontwijken, et cetera. Nou, blijkt dat qua dit niet helemaal het geval te zijn. Oeh, er gaat er eentje over dwars. Dan ging ik tussen 2 door. En er zit een... Ja, er zit een GT3 beamer in mijn nek. Ik weet niet, ik wist niet hoe ik daarop moest anticiperen. Oh, ik weet ook niet hoe ik hierop moet anticiperen. Goed, de plekken die ik had gewonnen ben ik nu dus weer kwijt. Vanwege een verdwaalde GT3. Er gaat dus nu ook een McLaren 720 GT3 aan de binnenkant. Dat is een tikkertje. Oh nee, niet K999. Dat is de klootviool waarmee ik het geneuzel had in de kwalificatie. Nu zit ik weer achter hem. Trage zak is wat het is. Oh, met die McLaren tussendoor. Oh. Want ik had al geoefend. Echt een paar uur geoefend met de computer. Van hoe zou het zijn en op welk tijdstip zou het gebeuren in de race. Dat er GT3's gezamenlijk bij de rest komt. Oh, dit gaat toch helemaal fout, joh. De rembordjes zijn er ook zo goed als uitgeknikkerd. Oké, dat is er weer eentje. Allemaal naast elkaar. Oh, dat gaat toch niet goed. Wat een chaos. Nou goed, ik had dus geoefend.
En de eerste 20 minuten eigenlijk, tegen de beste AI in het spel. De eerste 20 minuten ben je veilig. Na 20 minuten, dan pas komt de rest er een beetje bij. Dus daar probeer ik een beetje rekening mee te houden. Maar dit loopt al heel anders dan de simulatie die ik had gedraaid. Dus ja, in hoeverre is dat dan nog geldig? Er zijn veel meer ongelukjes, et cetera. Hoe dan ook, eerste ronde wel overleefd. Volgens mij zijn we ook schadeloos. Dat ga ik zo direct eventjes bekijken. Maar we zijn van een zesde plek uiteindelijk naar een negende plek toe getakeld. We hebben geen schade, dat is positief. Laten we dat ook zo houden. Ik wil schadeloos de race doorkomen als het even kan. Want daar winnen we dan tijd mee. Oké, kopje neer. Laten we gewoon die gast even proberen in te halen. Hé, dat is een fucking Aston Martin. Die tering snel is. Tenminste, het is GT3, dus ja. Tuurlijk is die sneller. Die gaat hier langs proberen te gaan, maar ze zitten naast elkaar. Oeh. Deze Porsche heeft schade aan zijn bips. Dus daar moeten we even rekening mee houden momenteel. Maar ik wilde wel langs. En dat ga ik waarschijnlijk dan op de backstraight doen. Ook al was mijn Schumacher S nu waardeloos. Te laag in de toeren, et cetera. Maar er is ook niet echt de ruimte. Gewoon overleven. Daar gaat het om. Overleven. En daar gaan we. Kijk, dat is een lancering van je welste. Hij pakt ook wel wat gras, dus dat was ongelukkig voor hem. Dan gaan we nu achter de Maserati aan. Het leuke aan de Maserati in dit spel, die werkt zonder traction control en ik geloof ook zonder ABS. Dus die is extra moeilijk om te rijden. Dus ik pluspunten voor het durven in ieder geval. En daarom zullen we waarschijnlijk ook wel een beetje... Of eigenlijk zo snel mogelijk langzaam moeten gaan. Want ik heb het gevoel dat hij moeite gaat hebben op lange termijn in de race. Achtste plek staan we momenteel. Maar eigenlijk compleet waardeloos. Ik kan zoveel sneller dan dit rijden. Maar het is dat grasgeneuzel in het begin wat me opfokte. Dus ik moet even een beter run ergens krijgen. En dan schiet ik er wel langs. Oh, fijn. Een Ginetta en een Maserati naast elkaar. Dit gaat toch ongelukkig eindigen? Dat voorspel je gewoon. En het is oké. Kan ik hier een binnenkantje pakken? Ja, joh. Hij gaat zeker nu weer naar de buitenkant, hè? Ja, ik wist het. Goorde klootzakken. En hij tikt hem natuurlijk aan. Wat een bloedleier. Hé, man. Die guy is niet goed in zijn hoofd. Dat was zo te verwachten. Die gaat zitten zwerven om mij tegen te houden. En vervolgens tikt hij de Maserati voor zich uit. Wat een bloedhond. Wie zit er achter me? Oh, het is een Maserati. Brunshits. Wat leuk. Dus die heeft het, wat dat betreft, nog oké overleefd. Maar ik wil van hem wegrijden. Dat is in ieder geval de doelstelling. Oh, hemel. Dat is een fucking McLaren. Is leuk voor hem. Hij zal even moeten wachten. Ik zat ervan. Hé, verhip. Waar komt die vandaan? En op de main straight mag hij langs me gaan. En dat is ook een beetje hoe zeg maar de blauwe vlag in dit scenario werkt. Zo ja, hij is sneller. Maar ik hoef niet van mijn lijn af te gaan, zeg maar. Dat is het hele ding. Nou, we staan weer zesde. Mooi. Ik zie je flitsen, gozer. Je mag en kan er langs. Nee, het is voor mij gewoon belangrijk, want de oorspronkelijke aard van deze setup... Ik heb deze ergens van het internet afgeplukt. De oorspronkelijke aard van deze setup is dat de brake bias iets meer naar achter stond en de ABS... Oh, daar gaat de McLaren door het gras heen. Leuk. Leuk. Wat een oetlul, man. Ja, sorry, ik zit echt te schelden en te doen. Dat is niet hoe ik het wil, maar wat was hij ook aan het doen? Straks ga ik hem weer tegenkomen en dan gaat hij weer een gekke frat uithalen. Nee, deze setup was meer gedreven op de remmen op de achterkant. En de ABS was ook lager en de TC was oorspronkelijk ook lager. Die stond op 1. Alleen wat ik merkte is... bij de eerste hairpin, dus van de main straight naar die eerste hairpin,
merkte ik dat de achterkant erg op slot begon te slaan. Dus of dat ligt aan mij dat ik mijn remgedrag moet veranderen, of hij zat er erg aan de achterkant. Want het is eigenlijk een hot lap setup. En niet zozeer een race setup. Dus ik heb hem een beetje moeten fine-tunen om hem naar een race setup te krijgen. Maar het ding is, als de banden dus aan de achterkant op slot slaan, ondanks de ABS, dat betekent dat die banden naar zijn grootje gaan. Dus wat ik heb proberen te doen, is een zo bandvriendelijk mogelijke setup te creëren, zodat mijn banden zo goed mogelijk door dat uur heen gaan. Want een uur is lang. En het liefst hou ik mijn banden zo heel mogelijk. Ik moet zeggen, die Maserati houdt me nog aardig bij. Brunshit. Verrassende gozer. Ik rij ook helemaal niet snel wat dat betreft hoor. Maar leuk, leuke verrassing. Maserati wordt beoordeeld als de slechtste GT4 auto uit het spel. Dus dit vind ik dan heel leuk om te zien. Ze zijn flink aan het battelen voor me. Het zijn allemaal Porsches wat dat betreft. De Porsche qua GT4 of de Cayman 718 wordt beoordeeld als de beste GT4 auto. Vandaar dat ik hem eigenlijk ook had gekozen. Ik vond hem zoveel chiller rijden dan de M4 GT4. Die vond ik wat ondersturig, een beetje log. En dit vond ik veel prettiger rijden. Dus vandaar mijn keuze. Ik weet trouwens niet hoe ik langs de giegels voor me ga. Het zijn er 3 auto's in totaal. Dus het zou ook lekker staan op het cv'tje. Alleen, ja, ze zijn wel met veel. Of ze zullen veel ruimte innemen. Ja, flinke schade. Misschien dat ik hier op de backstraight langzaam kan gaan. Dat zou wel positief zijn. Dat ik misschien aan zijn binnenkant kan duiken uiteindelijk. Nu pas nader ik. Hij heeft een beetje rubberbanding. Maar dat is hem wel. Dat is hem wel. Oké, netjes. Is weer eentje erbij. Plek nummer 5 als het goed is. Oh, verhip. Dat is een fucking Aston Martin. Ik zag ineens een Aston Martin in mijn spiegel. Ik denk, what the fuck is dit? Heeft hij al een pitstop gehad? Nee, die gaat ernaast. Oeh, pas nou op, joh. Fucking sweet Jesus. Gaat hij aan mijn binnenkant? Nee, oh, die Pio. Hij brengt me compleet van de rel. Compleet van de rel. Ik had stiekem wel gehoopt dat de GT3's wat soepeler langs me zouden gaan. Hij heeft een 10 seconden penalty. En de Maserati komt heel dichtbij. Ik blijf al aan de binnenkant. Oh, fuck me. Dat is een McLaren. Maar dat zijn toch niet... Fuck me sideways. Dat zijn toch niet de leiders van de wedstrijd, of wel? God damn. God damn. God damn, son of a bitch. God damn. Waar is die McLaren? Ebbers. Oh nee, Ebbers gaat er dan ook nog eens langs. En de Maserati ook nog aan mijn binnenkant. Dit gaat echt fout eindigen. En hij schiet door. Het is goed dat ik dat radartje midden bovenin had. Want zo ver naar rechts kon ik ook weer niet kijken. Hij remde heel laat. En ik heb het gevoel dat hij op slot sloeg. Maar prima opgelost wat dat betreft. Ook al bracht Pio in zijn Aston Martin maar een beetje van de rel. Maar we gaan nu weer Ebbers... Jensen proberen te naderen. Ik kan ook gewoon niet in mijn ritme komen. Dat is het hele gelul. Er is zoveel shit om me heen gaande. Dat ik echt zit van... Ik moet even in de zone komen. Maar ik had ook gewoon niet verwacht dat GT3's al zo vroeg in de pack zou zitten. En dat ze zo chaotisch er langs gaan. Of langs willen. Het lijkt wel een beetje alsof ze gewoon niet geoefend hebben in multiclass scenario's. Van hoe kan ik gewoon een GT4 het beste inhalen. Ik bedoel, ik heb dat expres geoefend. Ik zeg van ja, als ik straks van die tyfe snelle auto's om mijn neus heb, dan wil ik wel een beetje weten hoe dat is. En in iRacing heb ik dat ook al vaak genoeg gedaan.
Binnenkantje. Netjes hoor, mijn chicaan was goed. Mijn chicaan was fucking goed. We zijn langs Jensen. Wilson voor mij heeft 5 seconden straf. Nou ben ik benieuwd, komt dat bij zijn pitstop er dan bovenop? Of wordt dat aan het einde er bovenop geteld? Hoe dan ook, is gunstig voor mij, want ik zit natuurlijk binnen die 5 seconden range. Dus technisch gezien zou ik een derde plek al hebben. Als je trouwens kijkt op de minimap, dan zie je ergens een driehoekje rijden. Dat is de nummer 1 van de wedstrijd. Het is niet de nummer 1 van mijn klasse, maar de nummer 1 van de wedstrijd. Dus dat is een GT3 auto. Dus die komt eraan. Dus daar zullen we rekening mee moeten houden. Dus let op het venstertje links onderin. Als er iemand te dichtbij komt, dan moet hij er langs. Oh fuck, het 100 meter bordje is weggebeukt. Dus ik wist niet exact waar ik moest remmen. Oké, achter mij McCall. In de Merc. Die wil er zo direct langs. Ja, wacht nog maar even. Doen we hem bij het volgende rechte stukje wel. Tenzij hem die ernaast zet, maar dat lijkt me niet. Hier lijkt mij een uitstekende mogelijkheid, dus ik blijf links. De nummer 2 is er ook gelijk, dus ik blijf wel eventjes links. Even liften. There we go. En dan zitten wij nu in de nek van Wilson. Wilson! Geintje voor als je Castaway hebt gezien. Goeie film. Faster car is approaching. Dat is een Beamer. Die zou wel op deze start-finish straight er langs kunnen. Ja, 1 seconde. Dat gaat hem wel lukken. Misschien moet ik nog even liften zo direct. Maar ik zie hem naderen in ieder geval. En daar komt hij. En daar gaat hij. En we zijn allemaal hartstikke blij. Ging een beetje naar de buitenkant. Is geen probleem. Geen probleem. Er was genoeg ruimte. Oké, dat het bordje weg is bij de start-finish straight is wel kloten. Dus ik moet even een ander rempunt zien te vinden. Want ik hanteerde eigenlijk altijd het 100... Het 100 meter bordje. Maar Wilson was even aan het glijden. Hij heeft ook een beetje viezigheid op zijn achterkant. Heeft hij een klein beetje schade? Misschien wel hoor. Fast car is approaching. Oké. Okay. Ja, ik zou graag langs Wilson willen, maar ik moet ook met die Aston Martin rekening houden. Wilt hij er hier al langs? That is the question. Kans bestaat van wel. Hij zit nu aan mijn binnenkant, dus nu moet ik hem laten gaan ook. Dat was niet helemaal een bedoeling. Ik had het liever op dit stukje gehad. Dus dat ik de bocht wel normaal nam. Want nu verlies ik tijd op Wilson. Maar die maak ik nu op zich wel weer eventjes goed. Want zijn lijn was door de S weer heel slecht. Dus misschien op de backstraight dat ik wat kan betekenen. Nou, er komt nog een snellere auto aan. Nou, die mag ook op de backstraight dan. Want dat is het ding. Wat heeft dan prioriteit? Mijn battle met deze GT4 of... de GT3 achter mij. Even kijken, dit knikje kan ik wel halen. Mag hij aan de binnenkant van de chicaan. Ik blijf hier. Veel succes. Even liften. Dat is goed. Buitenkantje. Hou hem wijd, hou hem ernaast. Ja, ik was bang om te glijden. Maar de GT3 mag lekker aan de binnenkant. Even kijken wie de drag race wint. Oh, dit gaat spannend worden. Dit gaat spannend worden. Hij is aan het knijpen. Maar dat mag allemaal. Even kijken of hij doorschiet. Nee, dat doet hij niet. Oké, nu komen alle GT3's zo'n beetje door, merk ik nu. Dus eventjes rekening mee houden. Misschien moet ik maar gewoon even achter Wilson blijven. Oh, Wilson glijdt hier weer. Het is kloten. Oké. Godver. Ja, ik moest remmen. Sorry Ferrari, maar... Godske leren. Dit is niet hoe ik het voor ogen had, eerlijk gezegd. I know, faster car is approaching. Oké, de chaos is nu wel flink aanwezig. Porsche nu
aan mijn rechterkant. Ik moet nog anderhalf uur van dit. Dat is wel een manier om je bloeddruk te verhogen. Binnenkantje. Forceer hem. Netjes. Godver, netjes. Inmiddels is Stashzak achter ons aangesloten in de Alpine. En ik ben nog steeds niet langs Wilson. En dat is eigenlijk puur door alle GT3's die zich ermee hebben bemoeid. Anders was ik er al langs. Oh, ik schiet door. Te laat geremd. En de Alpine is er langs. Goddamn. Oh, ik tikte hem aan of niet? Ja. Gelukkig heeft hij het overleefd. Vauxhall is in ieder geval binnen 2 seconden afstand. Oké, dus binnen 2 seconden krijg ik dus een blauwe vlag notificatie. Good to know, good to know. Ja, Dinges heeft de vaart wel te pakken in zijn Alpine hoor. Ook al heeft hij schade. Ik zie u, Porsche, ik zie u. Ja, die klinkt wel een stuk bruter dan de automobiel waar ik in zit. Ik moet zeggen, het is wel fucking spannend hoor, met die GT3's er doorheen. Godskanonne, hé. Het is zenuwslopend. En ik heb er nu pas, nou nog ineens een half uurtje van gedaan. Ik zit pas op een kwart. Godskaleren. Oh, what the fuck is hier gaande? I don't know, but I'll take it. Ik haalde de bocht nauwelijks. Dat is Wick. Ah, dat is een GT4, joh. GT4 op een ronde gezet. John Wick, wie had dat gedacht? Hé, hey, John, je hond is dood. Rij eens even sneller. Winkler komt er nu aan. Maar er is een battle voor mij gaande. Winkler mag gewoon lekker op het rechte stuk erlangs. Maar die zal niet heel blij worden van de battle in de GT4's voor zijn Mick. Oh, Porsche gaat wijd. Alpine aan mijn binnenkant. Oh, fuck me. Oh, waarom ging die Porsche? Waarom doet hij dit? Waarom ging hij wijd? Waarom liet hij die fucking Alpine er langs? Hij hield mij gewoon expres op door die actie. Ik zie u Mercedes. Of een Mercedes, ja toch? Beamer. Op dit tempo, als Wilson mensen er langs gaat laten, dan mag je mij er ook wel even langs laten. Hé, hey, een Beamer met teringdikke schade. Fijn. Fuck me in de buttocks. Ja, toch? Mag je ook nog iets meer dichter bij de Apex, alsjeblieft? Godskeleer, hé. Hij ging zo wijd. Ik zat echt op de buitenste lijn. Oh, wat gebeurt hier? Ja, gaan we 2 om 2, 2 om 2? No, nee. Maar het kost wel tering veel tijd, dit. Mag ik nou eens een keer langs Wilson? Die Alpine is inmiddels al fucking 20 seconden ver weg, joh. Laat me er langs, Wilson! Wilson! Nou, dit moet hem toch wel worden. The run of the century. Geen GT3 achter mij. En de snelheid hebben we mee. Goed schakelen. What the fuck zijn met mijn voorbanden aan de hand? Waarom zijn ze zo zacht? Oh no. Draaien, 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 draaien. Maar ik denk dat we hem hebben. Hebben we hem? Niet per se. Nog niet. Ik hou nog ruimte. Ik hou nog steeds ruimte. En nu hou ik geen ruimte meer. Oeh, tot ziens, Wilson. Tot ziens. Is kut, man. Ik ben net Keuvel aan het naderen. En dan komt er weer zo'n smiechterige GT3 van... Hey, ik ben sneller. Laat me er langs. Wop, 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 wop. En dan kan hij er net niet op dit rechte stuk langs. Nou, dan moet hij maar wachten op de volgende. F-
Fuck, wat is mijn exit hier kut. Ik kon de bocht niet lekker doorkijken. McCall komt er ook weer aan. In zijn Mercedes. Oh, fuck. Hij gaat al gelijk. Had ik niet verwacht. Had ik niet verwacht. Maar de 1 en 2 zitten toch een partij dicht op elkaar. Goedemorgen zeg. Die hebben het tempo wel te pakken. En hij gooit hem er ook gewoon tussen. Tikt hem daarentegen wel aan. Voordelig voor ons. Hou wel ruimte aan de binnenkant. Want hij zit daar nog steeds. En daar zijn we gewoon lekker langs. Zijn we gewoon lekker langs. Dus ik moet... die ene... die Porsche moet ik even dankbaar zijn. Die tikte hem gewoon even lekker aan de zijkant. Wat voordelig voor mij uitkwam. Dus dat betekent dat wij nu op een plek nummer 3 staan. Van onze klasse natuurlijk. Ik heb nog 6 laps aan brandstof. Dat is maar iets meer dan 12 minuten. Ik stel voor dat ik die gewoon uitrij. Want eerlijk gezegd, deze banden voelen nog best oké. En hoe lang ik er met deze banden rondrij, hoe frisser, frisser mijn banden van de tweede stint zullen zijn. Dus ja, ik verwacht goede dingen. Oh, mijn hemel. Ja, sorry mijn gozer. Je ging eerst aan mijn linkerkant en vervolgens ging je rechts. Dus ik dacht, als jij links gaat, dan blijf ik wel rechts. Het was erg ongebruikelijk. Van mij en van jou. Geen probleem. Poging 2. Oh, hij geeft het op. Oké. Okay. Why? Je had er gewoon langs gekund. Hier. Oké, okay, hij gaat er nu wel langs. Er waren wat twijfels, maar Clemens is er... Oké, Clemens. Way to overshoot the corner. Rustig aan, neus in, mond uit. Je haalt het wel. Probeer je ritme maar even te vinden. Mijn ritme daarentegen zit een beetje op de... 206's ongeveer. Chase zit 10 seconden achter mij. Stasiak zit nog steeds 5 seconden voor mij. En... hoeveel rondes brandstof hebben we nog? 3 stuks. Dus wij gaan... de aankomende minuten gaan wij de pitstop in. Dat betekent dat we toch wel echt een... laten we zeggen 2 rondes. Dus op de 58ste minuut. Ja, dan moet ik toch wel even weer een flinke hoop aan brandstof erin kachelen. Want ik had er iets van uit mijn hoofd 72, 73 liter in gedaan. Voor 1 stint. Ik denk dat ik weer soortgelijk erin moet knallen. Zodat ik in ieder geval het einde kan halen. Het is erg beschamend om een tweede pitstop te hoeven maken. Terwijl dat niet nodig is eigenlijk. Zo zat ik dat oorspronkelijk wel een beetje... Oh, ik sta trouwens op een tweede plek. Er moet iemand voor mij een pitstop hebben gedaan. Ik zat oorspronkelijk wel te brainstormen van... Is dit handig om misschien... 2 pitstops te doen. Ik zat van, ja, maar waarom eigenlijk? Banden zou je gewoon een uur lang kunnen rekken. Moet gewoon kunnen. Nog steeds. Ik rijd nog steeds een solide tempo. Ik heb nog steeds niet echt het gevoel alsof mijn banden echt naar de cholera zijn. En misschien is dat omdat ik ze gewoon echt goed aan het verzorgen ben of zoiets. Maar ja, ik weet niet. Ik rijd wel een lekker tempo. Ik kom niet helemaal dicht bij Stasiak, maar... Ik vind wel gewoon dat ik een lekker tempo rijd. Ik ben tevreden. Oh, ik rem wel heel vroeg. Sorry meneer Hemming, ik ben een beetje van de rel. Ik moet namelijk best nodig plassen en we zijn pas halverwege. Ga je gang. Had ik nou maar een teammaat uitgekozen om dit mee te doen. Want daar zijn ook een aantal gasten van. Die hebben het gewoon opgedeeld met iemand anders. En dan doet gewoon één van die twee personen doet een uurtje. Maar ik zat van, weet je, als een uitdaging voor mezelf, doe ik gewoon die 2 uurtjes volledig zelf. Volgens mij waren mijn bandenspannings wel in orde. Het ziet er ook niet naar uit alsof het gaat regenen. Dus hou het levend, laat die beamer maar gewoon even gaan. Dan gaan wij op een veilige manier een pitstop maken. Hatsigidee, inkachelen.
Even kijken, waar is die pit dingetje? Nee, waar? Oh, ik zie hem niet. Weet je wat, we gaan gewoon veilig erin. Veel te langzaam. Boeit me geen reet. Tire set, fuel. Geen reparatie. Ik ben tevreden. Oh joh, ik moet plassen, ik moet drinken, ik moet alles. En dan ga ik nu drinken, hè. Ik ga toch een partij zitten knijpen aan het eind. Poeh. Mijn banden zijn ijskoud. En er komen meteen veel mensen van de start-finish straight aan. Dus pas er mee op. Nou, valt wel mee. We komen eigenlijk heel goed terecht. Heel gunstig. Maar ik zal wel even mijn banden goed moeten opwarmen. M van den Berg. Daar heb ik al een hele tijd niet achter gezeten. Zat hij voor mij? Het is een GT4. Was dat die gozer die voor mij pitte misschien? Dat ik even daardoor op een tweede plek kwam te staan. Dit is een hele ongemakkelijke plek om langzaam te rijden, mijn geezer. Maar dankjewel. Dankjewel. Oké, dat was Maas. Dat is een blauwe vlag GT4. Zelfs voor ons. Daarachter zit Fitzgerald. Gaat hij er langs voor ons? Nee. Pas op de start-finish. Of gaat hij nu de pits in? Ah, hij gaat de pits in. Oké. Banden zijn lekker opgewarmd voor één ronde. Lekker. Hey, waar staan wij nou eigenlijk? Want ik zie linksbovenin een derde plek staan. Ben ik best tevreden mee, hoor. 32 laps. We hebben er nu pas 30 op zitten. En we zitten over de helft. Ja, oké. Ik heb overfueled. Geen probleem. Dan weten we in ieder geval sowieso dat we het einde halen. Echt, ik kan weer dingen met deze banden doen. Dat ik echt zit van... Oh, I haven't felt this in a long, long time. Nee, ik kan gewoon weer fouten maken. Maar die banden die houden het dan. Waardoor ik het uiteindelijk gewoon haal. Dus dat is weird. Oké, waar zitten we? Stasjak zit op... Ik weet niet waar die zit. John Wick! John Wick! Wat deed je, John Wick? Oh, hij ging naar buiten toe. Ik dacht, al houdt hij de binnenkant, dan kan ik hem nog wel aan de buitenkant. Maar ik zag hem ineens naar buiten toe gaan. Ik denk, fuck. Dat is kut, want dit kost me gewoon echt een seconde of zo op fucking Van den Berg. Ja, en nog een warning erbij. John Wick. Please, Mr. Wick. Why you have to be such a dick? Ik ging gewoon... 1 uur en 9 minuten. Eigenlijk 1 uur en 8 minuten. Zonder warnings. Dit, dat. Oeh, ik heb eigenlijk met mijn bandenspanning geen rekening gehouden. Met het feit dat het kouder wordt. Want we rijden verder de avond in, zeg maar. Dit is ook wel bijzonder ongemakkelijk met die guy aan mijn binnenkant. Godver. Heb ik geen rekening gehouden met dat baan kouder wordt. Dus stiekem... Hoop ik dat mijn bandenspanning niet kloten zal zijn. Dat is nog een track limit. No time gained. What the fuck is happening here? Oh fuck, ik zit echt in een kolonne van GT3 auto's. Rij weg met je kut Porsche. Ja, maar hij heeft ook een blauwe vlag. Oh, dit is bijzonder ongemakkelijk. Oh. Ik zit vast achter de Porsche GT3. Terwijl ik ondertussen aangevallen word door andere GT3's. Die hem ook weer in willen halen. Go, 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 go. You can do it. Fucking hell. Is toch bijzonder ongemakkelijk dit. Wat doet hij? Waar is hij heen? Waar is hij heen? Waar is hij heen? Hij ging weg. Oh, fuck me. Daar was ik niet op voorbereid. Ik dacht, ik hou ruimte aan de aan de buitenkant, zodat hij nog uiteindelijk langs me kan accelereren. Maar hij vanished in thin air. Zo, die Audi stuurt hem even naar Paramaribo toe.
Dus ik moet de boot nog halen. Boom. Wat een lipo. Goed, man. Slaat in mijn rug. Als je het maar slaat. Hoppa. Woordspeling, leuk. Zelfs na anderhalf uur kan dat nog. Nou moeten we ook in gedachten houden dat Van den Berg natuurlijk eerder heeft gepit dan dat wij dat heeft. Dus zijn banden zullen sowieso ouder zijn dan die van ons. Nou, dat zal natuurlijk op lange termijn steeds een grotere rol spelen. En dat doet het in zekere zin al een beetje. Nou weet ik niet hoeveel eerder hij had gepit. Ik denk misschien een uur en vier minuten of zo. En wij op de 58ste minuut nog over. Dus ja, dat zijn toch drie, vier rondjes. Ja, en er komen weer een zoot GT3-auto's aan. Dus die kunnen onze strijd, of mijn strijd en Van den Bergse strijd, natuurlijk een beetje roet in het eten gooien. Of juist gewoon een snoepje naar ons gooien van hier, neem dit. Dit zal je nodig hebben. Als het een snoepje is, dan accepteer ik hem graag. Alle troep, andere troep, no bueno. 0,4 seconden. Is hij sneller op het rechte stuk? Zo lijkt het wel. Hij trekt een beetje van me weg. Oh. Hij is sneller op het rechte stuk. Oh, dat zuigt. Zo, daar kuste ik hem bijna. Ik had niet moeten early shiften. Of short shiften, dat was niet goed. Ah, oh, dit is helemaal drie keer kut. Helemaal drie keer kut. Or is it? Nee, ik ga veel te wijd. Veel te wijd. Veel te veel troep op mijn banden verzameld. McLaren aan de binnenkant. Ik moet plassen. Dat moet ik ineens aan denken. Ik denk, ik vertel het jullie gewoon even. En daar gaan we. Gaas. Voor de inhaalactie op Van den Berg. Gaas. Ja, ik moet even kijken waar ik het doe. Aangezien hij dus sneller op het rechte stuk is, hebben wij ervaren. Ja, misschien bij de aankomende hairpin of zoiets. Lastig, lastig. Even kiekeboe. Ik moet er echt van profiteren dat hij een keer echt een grove fout maakt dan. Maar ik verwacht niet dat hij dat doet. Dit is gewoon een kundige jongen. Oh, de grove fout. Kundige jongen, my ass. Hier. Rubberbanding moet ik een beetje voor oppassen. Hier, hij trekt gewoon van me weg. What the fuck is dit? Zelfs met die grasrun was hij nog sneller. Dat is toch ziekelijk. In deze bocht rem ik wel beter, blijkbaar weer. Oh, hij glijdt. Dat is goed. Zet hem maar onder druk. Ik had eerder op het gas moeten gaan. Maar het kan wellicht. Het kan gewoon niet. Wat een langzame kutauto. Kom op! Kom op, Porsche. Don't bail on me now. You gotta do it. Maar waar? Lastig. Dat was gewoon niet het moment. Oh, hij gaat wijd. This my chance. This my chance. I need to pee-pee. Nog steeds. Wat blabberde kut exit. I don't care. Laat die guy er langs. No. Nou, dan mag je even lekker op mijn schaduw gaan zitten rijden. Goed, scaleren. Oké, we gaan proberen van hem weg te rijden. Of dat gaat lukken is een tweede, want als hij in de draft blijft en hij komt op het rechte stuk, dan is het een partij janken. Oké, meneer de Aston, go. Ja man, ga even nog meer naar buiten. Mag ik die bocht überhaupt nog maken? Of denk je van, ah weet je, lik me dik pik maar.
Ja, oh, meneer Pro, M-Pro vergalde het voor me. Wat een oetlul. Doordat hij zo erg naar buiten dook. Ah, wat een stinklul. Ik had zo'n clean actie op fucking M van den Berg. Zonder hulp van GT3's dit dat. Hij schoot gewoon zelf wijd. En nu werd ik gewoon eigenlijk aan de kant geforceerd. Door een of andere tyfus Aston. Damn it. De strijd continues, blijkt maar weer. De strijd continues. Binnenkantje? Oh, hij laat hem open. Daar maak ik dan graag gebruik van. Sluit ik hem hier af. Hier, gewoon clean. Zonder hulp van GT3. Zak mij dik. Fuck GT3. Oké, ik moet gewoon proberen weg te rijden nu van hem. En ik moet plassen. Oké, oeh, goeie save. Van den Berg, 1,2 seconden afstand. Let's go. Stashak denk ik dat we niet meer in zullen halen. Ik weet ook mijn god niet waar die is. Kijk dus direct wel even naar op het rechte stuk. Ik moet nog steeds plassen trouwens. Het zou ook wel vreemd zijn als ik ineens zeg, ik hoef niet meer te plassen. Dat betekent dat ik hem heb laten lopen. Stashak, 21 seconden, de tandjes. Ja, die gaat er gewoon mee vandoor, verwacht ik dan. Oh, moord! Moord! Ik heb moord gezien! Oeh. En ik werd ook bijna vermoord. Godskeleren, moord! Moord! Nou, we gaan wel zien of dat uiteindelijk voor die gozer een straf oplevert. Dat is de auto 170, dus let op de berichtjes. Hé, hey, het is de leider van de wedstrijd. 170, 10 seconden penalty, zie je? Ja, 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 ja. Zonde. Laat u maar niet moeten doden. Hé, hey, schipper. Mag ik overvaren? Kortom, wat ik eigenlijk wil zeggen, oprotten. Oh, fuck, hij gaat niet aan de kant. Hé, hey, bokkelul, fucking top 3 is hier gaande. Ga even aan de kant. Boeit me geen reet dat je Nederlands bent. Move, flapkut. Gaat hij me nou nog zitten verdedigen ook, bro? Zeg, hij ging ineens naar binnen toe. Waarom ga je naar binnen toe? Ben je wel goed? Trouwens, niks slechts bedoeld naar die M-schipper, hè. Dat is gewoon, ik zeg dat even in het hitte van het moment. En ook een beetje voor comedische value, maar ik heb niks tegen die persoon, hè. Dat moet wel even duidelijk worden gemaakt. Leader is on a final lap. Oké. Okay. Even kijken, 1,6 seconden. Oh, wacht, dat gaat best wel kut worden, want die gaan dat niet halen. Of misschien wel, nee, die gaan dat niet halen voor de hairpin. Maar die zijn ook flink aan het battelen en blauwe vlaggen onder elkaar. Onze laatste ronde gaat zojuist in. Gewoon overleven. Gewoon overleven. Je hebt niet 2 uur gereden voor dikke saus. Sorry mijn Porsche vriend, maar... God damn, dat zijn er veel. Van den Berg zit op 3,5 seconden afstand. Dus dit mag allemaal. Dit is allemaal geoorloofd. Gewoon uitrijden. That's it. That's it. Leader has finished the race. Gefeliciteerd voor degene wie dat had mogen wezen. Ik ga eerst nog even een paar bochten zelf rijden. Vauxhall komt eraan. Die mag op het rechte stuk. Mag hij er langs. Sorry Pik, maar hier nog even niet alsjeblieft. Hier nog even niet alsjeblieft. Hier nog even niet alsjeblieft. Oké, okay, nu mag je gaan. Sorry dat ik je ophield, maar fuck, het is een GT4. Ik bedoel, kom op. Van den Berg heeft een drive-thru. Oh, zie je dat? Oh, waar komt hij dan terecht? Dan is de meneer Chase is dan plek nummer 3. Hoppa, ik hoop dat we geen cooldown lap doen, want I need to go pee-pee. Dan moet ik al het afgelopen 1,5 uur. Lekker joh, tweede plek. Gewoon goed, goed. Zesde plek naar 2. Zesde plek naar 2. Ik ben tevreden.
Godskeleren, 2 uurtjes. Hoe heb ik dat nog vol weten te houden? Oi, 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 oi. Knijpende blaas, zegt u. Knijpende blaas. Iedereen staat hier opgesteld. Leuk. De winnaar is, ik geloof, nummer 44. Die voor ons staat. De Mercedes. Goed gedaan. Kacheltjes, mag ik... Fuck it, ik... ja, toch? Oké, ik check zo direct de resultaten weer. Wel, I need to go piss. Wat gebeurt er allemaal, hè? Ow. You bonked my elbow. De top 10 van eigenlijk de GT3. McCall op 1. Sjaunskas op 2. Hemming op 3. Homan op 4. Piscitelli op 5. Slaats 6, netjes. Carter op 7. Agudelo op 8. Vauxhall op 9. En Fleet op 10. Heel goed. De top 10 van de GT4. Stashak op nummer 1. Mijzelf op 2. Chase op 3. M van den Berg. Door die drive-thru is hij uiteindelijk nog 4e geworden. Dus die heeft net een podium misgelopen. Ik weet niet waarom dat is gebeurd. Waarom hij een drive-thru had. Maar zonde. Keuvel op 5. Jens op 6. Brunschits op 7. Schipper op 8. Lambertsen op 9. En Alvarez Jr. op 10. Wat een ervaring was dat. 2 uurtjes hebben we erop zitten. Ik ben back off. Ik ga hydrateren. Ik ga eten. En ik wil jullie vriendelijk bedanken voor het kijken. 2 video's daarnaast mij. Mocht je toevallig nog meer van mij willen zien. En zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.